Plannen voor nieuwbouw op een A-locatie langs de Maas worden natuurlijk op de voet gevolgd. Want wat betekenen de 150 geplande seniorenwoningen voor het uitzicht van omwonenden? Volgens de wethouder zal de nieuwbouw aan duidelijke voorwaarden moeten voldoen. Qua bezonning, qua windhinder, qua uitzicht. Nou, dat zijn wel strakke kaders waarop we gaan beoordelen. Hoewel de eerste schetsen nog moeten worden gemaakt, zien omwonenden het liefst een mooi stadspark voor de deur. En ook over het uitzicht vanaf de Maasboulevard zijn zorgen. Ook voor de mensen die Rotterdam binnenkomen, die komen als het ware door een muur van woningen en zien helemaal de rivier niet. En dat is toch de levensader van Rotterdam. Maar ook daar wordt aan gedacht, zo zegt de wethouder. Als je dus de stad in komt rijden over de Maasboulevard, moet je wel natuurlijk wel zicht hebben op de stad en wat er achter het gebouw aanwezig is. Hoe hoog, breed en groot het nieuwe complex dan precies mag worden, wil de wethouder nog niet zeggen. Over de afmeting, de hoogte, die discussie gaan we allemaal nog voeren komende tijd. Wethouder Karakous hoopt een eerste schets van de nieuwbouw voor het eind van het jaar te hebben ontvangen.